speciaal voor ons Mout. Wat je moet voorstellen is, ik heb natuurlijk nu vier nieuwe beste vrienden. En ik zal jullie vast een beetje vertellen wat je zo meteen moet gaan doen. Al kan ik niet al te veel vertellen, maar straks over ongeveer een kwartiertje, dan spreek ik de magische woorden, zullen we. Dan weten jullie precies wat je moet doen. Ik kan er echt. Ik vond het inspirerend. Ik vond het ook qua ja, hoe je ernaar kunt kijken. Gewoon doen en niet te veel denken. Positief, oordeelsloos handelen. Nou, dat het heel interessant was hoe de zaal ook reageerde op het verhaal. Dat vond ik echt geweldig. He tried to make me go to rehab and I said... Vanuit het onderwijs proberen we heel vaak kinderen wat te leren, maar zij heeft me echt de ogen weer doen openen. Kunnen wij van kinderen wat leren in plaats van dat wij de kinderen wat leren? Ik neem mee dat iedereen zo zijn eigen gedachten heeft, positieve en negatieve gedachten. En dat inderdaad de kunst is om de positieve meer aandacht te geven dan de negatieve. Nou, toen zochten ze dat eens op Spotify. Wat denk je? Wie heeft er gelijk? Nou, daar maakten ze dus zo'n poll van op Instagram en dat gaan wij hier live doen. Kijk, volgens mij is dat precies... wat Tim nu nodig heeft. Ja. Dankjewel. Wat een geschreeuw.